Opnieuw onrustig in centrum. Fietsverbod in winkelcentrum Katwijk aan Zee en de update met de burgemeester. Maandag 27 september. Dit is Katwijk Nu. We beginnen met het korte nieuws van deze week. Het college wil dat de christelijke opleidingsschool aan de Parklaan als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Dit besluit baseert het college op het onderzoek dat is gedaan naar de monumentale waarde van het gebouw en het advies van betrokken erfgoedpartijen. Ook is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn om goed en modern onderwijs in het gebouw te kunnen geven. Het college wil de bijbehorende gymzaal geen monumentale status geven. Voordat het college een definitief besluit neemt, wordt het voorstel eerst aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. In Rijnsburg woont sinds vorige week zondag een heuse wereldkampioen, karten wel te verstaan. De 16-jarige Berend van den Burg heeft zondag het kampioenschap binnengesleept. Hij is in de Tiltusson T4 World Cup 2021 in de klasse senior gewonnen. Van harte gefeliciteerd Berend, wat was je sterk, schrijven ze. De race werd gegeven op het White River Park Karting Racing Circuit in Ierland. Naast Berend stonden er nog meer Nederlanders in de lijst op nummer 4, 5 en 19. De gemeente gaat geen zebrapad aanleggen bij het fietspad langs Valken 68. Daar ontstaan volgens de club en omwonenden gevaarlijke situaties door kruisende fietsers en voetgangers. Ze vroegen de gemeente om maatregelen, onder meer een zebra. Maar de gemeente is niet van plan die aan te leggen. Volgens het college levert de aanleg van een zebra schijnveiligheid op. Drempels voor fietsers zijn ook niet mogelijk, aangezien het een doorgaand fietspad betreft. Wat de gemeente wel als optie ziet, is het fietspad inrichten met rood asfalt. De gemeente heeft inmiddels offerten aangevraagd voor rood asfalt. Het is in het centrum van Katwijk aan Zee in de nacht van zaterdag naar zondag opnieuw onrustig geweest na het sluiten van de horeca. Naast de politie uit Katwijk waren ook zo'n 5 bussen van de mobiele eenheid ter plaatse. De politie heeft zo'n 6 personen aangehouden. De burgemeester zette extra toezicht in het centrum in om te voorkomen dat de vlam opnieuw in de pan zou slaan. Dat is gelukt. In het centrum werd het even na middernacht onrustig. Maar na ingrijpen van de politie keerde de rust snel terug. 6 personen werden aangehouden. De gemeente Katwijk gaat het coronatoegangsbewijs handhaven, maar wel alleen in uitzonderlijke gevallen. Dat zegt de burgemeester in de update met de pers. De burgemeester heeft geen signalen van horeca die open willen gaan zonder het bewijs te controleren. Burgemeester Cornelis Visser voor de wekelijkse update rondom het coronavirus in Katwijk. Het aantal besmettingen is laag en er is ook al 2 weken niemand opgenomen in het ziekenhuis of overleden. Het lijkt me dat dat goed nieuws is. Ja, daar zijn we natuurlijk blij mee. Het is ook een signaal dat het werkt, hè, dat het vaccineren heeft gewerkt. En dat we toch in Katwijk in ieder geval op de goede weg zijn. Maar aan de andere kant, uiteindelijk de kinderen zijn nog steeds niet gevaccineerd, willen we ook niet. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat er op termijn toch ook weer eens een uitbraak zou zijn van besmettingen onder kinderen. Nou ja, daar hebben we nog wel mee te dealen. Maar ik ben op dit moment heel blij met de huidige situatie in Katwijk. En mochten die kinderen besmet zijn of besmet raken en die gaan bij opa en oma op bezoek en opa en oma zijn gevaccineerd, dan levert dat veel minder risico op. Precies, dan heeft dat voor degene die gevaccineerd zijn weinig risico meer. Ze kunnen er wel een beetje ziek van worden, maar ze hoeven niet gelijk naar het ziekenhuis toe. Dus wat dat betreft zijn we veel geruster dan een half jaar geleden. Vaccineren werkt? Absoluut. Dan over dat vaccineren. De prikbus stond wekenlang op het Andreasplein elke dinsdag. Die is nu verhuisd aanstaande zaterdag op het Hoftuinplein in Rijnsburg. Mooie locatie, bent u er blij mee? Ja, zeker. Het is zaak dat je op een locatie staat waar een beetje publiek komt, waar de mensen langslopen. Want dan is het simpeler, dan is de drempel lager, denk ik, voor het publiek. En op het Andreasplein heeft het goed gewerkt met de toeristenmarkt. Daar zag je de afgelopen weken toch een flinke teruggang in het aantal prikken. En nu gaan we het in Rijnsburg proberen. Kunt u iets zeggen over hoeveel mensen u verwacht, hoeveel prikken u verwacht? Nee, daar kan ik eigenlijk heel weinig over zeggen. We proberen natuurlijk die groep te bereiken die nog niet is wezen vaccineren. Die het te veel moeite vond om naar Leiden of naar Noordwijkerhout te gaan. En daarvoor wordt het nu heel laagdrempelig. We gaan gewoon eerst eens even kijken hoe het zich ontwikkelt. Als het
Meer dan 100 zijn, dan zal de prikbus blijven. Als het minder zijn, nou, dan krijgen we weer discussie. Moeten we niet naar een andere locatie toe. Een van de maatregelen die morgen eraf gaat, is de anderhalve meter. De anderhalve meter samenleving is een soort van ingeburgerd. Daar zijn we nu zo aan gewend. Die gaat er nu vanaf. Daar komt wel voor in de plaats een QR-code waarmee bijvoorbeeld de horeca binnengekomen moet worden. U zei vorige week, we gaan even in gesprek met de horeca om te kijken wat we daarmee gaan doen. Gaat u het handhaven? Ja, we gaan het absoluut handhaven. Maar we gaan handhaven op excessen. Dus op het moment dat een horecagelegenheid aan de voorkant al zegt, wij gaan niks doen, dan hebben we een excess, dan hebben we een probleem. Op het moment dat iemand van het terras naar de wc gaat en even door de horecagelegenheid heen loopt, dan gaan we daar natuurlijk niet gelijk een bekeuring voor uitschrijven. Dus het is meer de intentie van ben je bereid als horecagelegenheid om erop te controleren. Of bij de deur, of bij het bestellen van een drankje. Het kan op twee plekken, het kan ook in de zaak bij het bestellen van een drankje. Maar je moet wel controleren en dan is het wat ons betreft goed. En als je dat niet doet, ja, dan heb je wel een probleem. Heeft u signalen dat horecaondernemers in Katwijk zich er niet aan willen houden? Nee, ik heb er op dit moment geen signalen van. Ik had woensdag nog een overleg met de horeca in Katwijk C en de ondertekenaars van het horecaconvenant. En zij gaven aan dat ze het of gingen uitvoeren of de komende weken dicht waren. Kijk, helder. Ik kan me ook voorstellen dat dat capaciteit kost van BOA's, GOA's en politie. Is er extra capaciteit beschikbaar of is dat er eigenlijk niet? We hebben geen extra capaciteit beschikbaar. Er is natuurlijk wel een potje, landelijk, 45 miljoen. Dat is al naar buiten gebracht. En daarvan werd eerst gezegd dat kan wel naar de gemeentes toe. Maar er is geen personeel wat je zou kunnen vinden die je gelijk op kan leiden als BOA of toezichthouder. Dus er is nu van afgesproken van dat potje dat dat beschikbaar is voor de horeca om zelf extra toezicht te organiseren. Bijvoorbeeld aan de deur met de controle op het coronatoegangsbewijs. Zo zou bijvoorbeeld een uitsmijter daarvan betaald kunnen worden? Ja, een tweede uitsmijter bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan naar afgelopen zaterdag. Het was zeer onrustig in het centrum van Katwijk aan Zee. In diverse media werd gesproken over rellen. Zover zou ik niet willen gaan, maar het was behoorlijk onrustig. De politie is bekogeld. U heeft daar onder meer een brief naar de gemeenteraad over gestuurd. Welke maatregelen neemt u voor komend weekend? We hebben extra toezicht op straat, extra politie, extra BOA's. We hebben het jongerenwerk ingezet. Die gaan eventueel in gesprek met jongeren van onder de 18, mochten die op straat rondhangen. En we hebben afspraken met de horeca zelf. Op het moment dat de sluitingstijd is, dan zijn de uitsmijters die komen naar een punt, als dat er zou zijn, waar heel veel overlast in is. En die gaan dan in gesprek met de jeugd. Dus we gaan eerst het gesprek aan. Mocht dat niet helpen, dan is er ook capaciteit beschikbaar om de jongeren op wat minder vriendelijke manier toch te vragen naar huis te gaan. Wat verwacht u komend weekend? Ik hoop dat de Katwijkse jeugd gewoon normaal doet. Beseft dat we hier even doorheen moeten door deze periode. En dat we daarvoor, als we een feestje willen vieren, best. Maar doe het dan thuis. Ze spreek met elkaar af. En doe het niet op een plek waar de buren vreselijke overlast hebben. Geluidsoverlast en ghetto blasters enzovoort. Want dat accepteren we niet. Doe normaal. En blijf van de politie af. En blijf van de politie af, absoluut. Ja. Burgemeester Cornelis Visser, dank u wel. Graag gedaan. Katwijk voert opnieuw een fietsverbod in. Op zaterdag in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee. De commissie van de gemeenteraad is het bijna unaniem eens met een verbod om te fietsen op zaterdag in onder meer de Prinsenstraat en de Voorstraat. Ondernemers en bezoekers ervaren regelmatig overlast door fietsers. Het invoeren van een fietsverbod op zaterdag geniet de voorkeur, blijkt uit een enquête. Wethouder Rien Nachtegaal, een fietsverbod op zaterdag in het centrum van Katwijk aan Zee lijkt er doorheen te gaan. Waarom alleen op zaterdag? Zaterdag is de drukste dag en dat is eigenlijk de enige dag waar fietsers en voetgangers elkaar wel eens in de weg zitten. Het is niet altijd een even eenduidig beeld, hè, want de helft van de geïnterviewde zegt van ik vind niet zo'n punt. En de andere helft zegt van ja, ik vind het gewoon onveilig. Maar we menen toch dat die situatie wel vraagt om maatregelen.
En het is niet zo dat je niet meer met je fiets het centrum in mag. Je mag alleen niet meer fietsen. Je mag hem wel aan de hand meenemen. Dus je kunt hem gewoon blijven meenemen naar de winkel. Ik wil niet zeggen dat ik persoonlijk een déjà vu krijg. Ja. Maar het fietsverbod is niet nieuw. Het is namelijk in 2008 ook al ingevoerd. Ja. En wat is er daarna gebeurd? Ja, dat is bijna een mysterie. Hè? Het schijnt verdwenen te zijn. Ja, ja en we hebben ernaar gezocht, maar we kunnen de precieze besluitvorming er niet over terugvinden. Op een gegeven moment was het er niet meer. Is het er niet nog steeds, alleen wordt het niet gehandhaafd? Of? Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. We gaan het nu gewoon formeel invoeren. Dus we gaan die borden weer terugbrengen. Ja. En we gaan daar, wanneer de situatie daarom vraagt, ook echt handhaven. Ja, het college hiervoor die zeiden, nou ja, we kunnen het niet handhaven, daarom is het ook lastig gebleken. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het wel gehandhaafd wordt? Nou, we zijn 10 jaar verder. De situatie is veranderd. Handhaven is veranderd. Dus we gaan er nu vanuit dat het wel gaat lukken. Met al erin achteraan, dank u wel. Bedankt voor deze mooie verhalen over het graf van Stefana van Rossum en de aanschaf van de grote klok in de Laurentiuskerk. Oude bronnen worden weer toegankelijk gemaakt. Dat zei burgemeester Cornelis Visser vorige week dinsdag voor het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Rijnland. Ze hebben namelijk een boek gepresenteerd. En ik hoop dat u en de inwoners van Rijnsburg en Katwijk nog heel veel in dit boek zullen laten. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik ben Abstikke Loren en ik ben voorzitter van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Genealogie, dat is een moeilijk woord voor familiegeschiedenis. En wij hebben de 17e eeuwse begraafregisters van de kerk van Rijnsburg. Die hebben we in de coronatijd die uitgeplozen. Die hebben we getranscribeerd, ook weer een moeilijk woord. Hè. Het 17e eeuwse Nederlands hebben we omgezet in eigen tijdstaal. Die bron hebben we gepubliceerd en dat vieren we vandaag. En daarmee kunnen de inwoners van Rijnsburg weer een stukje meer over hun eigen familie te weten komen. U was niet alleen, u was met een hoop mensen, onder meer de burgemeester van Katwijk. Ja. Burgemeester Cornelis Visser, die is bijzonder geïnteresseerd. Ja, dat klopt en dat is ook leuk. En het enthousiasme wat de burgemeester uitdroeg en zeg maar eigenlijk de inwoners van Rijnsburg en omstreken uitnodigde om ook zelf met familiegeschiedenis verder aan de slag te gaan, samen met het genootschap Oud-Rijnsburg, dat is... voor mij geweldig dat je zo'n enthousiaste burgemeester hebt. Is het boek toegankelijk of is er toch wat voorkennis nodig, bepaalde interesse? Nee, het boek is erg toegankelijk omdat zeg maar, de originele bronnen die zijn gefotografeerd. En daarnaast hebben we dat dus in eigen tijdstaal en letters hebben we dat zeg maar, verderop hebben we dat geplaatst. Het is zelfs zo dat je aan de hand door de oude en de nieuwe tekst naast elkaar te leggen, kun je dus ook kijken en ervaren dat letters en het alfabet veranderd is in de loop der eeuwen. Jan Leeuwenhoek, een beetje de man van de inhoud heb ik begrepen. Een prachtig mooie bijeenkomst hier. Net al even gehad over wat hier nou is gepresenteerd en dat de burgemeester er zo bij betrokken is. Mijn vraag aan u is, wat is nou een van de meest bijzondere dingen of opmerkelijke dingen dat u heeft opgedoken? Nou, dan zou ik toch willen noemen het verhaal van het kopen van de grote klok in deze kerk. Dat is gebeurd in 1603, 1604. De kerkmeesters zijn samen met de baljuw naar Amsterdam gegaan. En daar hebben ze zo'n klok besteld bij een klokkengieter. En dan zijn ze een paar keer heen en weer gegaan. Hoe ver staat het er nu voor? En dan zie je bijvoorbeeld dat ze met de boot zijn gegaan naar Amsterdam. En dan hebben ze in Kudelstaart voor 3 gulden verteerd, zou ik maar zeggen, staat dan in die rekening. Nou, en dan na 1 jaar blijkt die klok dus kaart te zijn. In totaliteit met alle dingen eromheen heeft dat 750 gulden gekost, wat best heel wat is. Maar dan heb je toch ook een klok van 1,42 meter doorsnee. Dus het is ook niet gering wat je dan krijgt. En die hebben ze dus ook in 1604 in die toren gehangen. En die heeft daar eigenlijk al die tijd gehangen. Behalve in 1944 toen de Duitsers hem even weg hebben gehaald omdat ze het wilden omsmelten. Dat wilden ze met vele klokken gedaan in Nederland. Maar uiteindelijk hebben ze hem wel weggehaald, maar is het toch niet gelukt de Duitsers. En daarom hangt die mooie klok hier nog steeds. Tot zover Katwijk Nu van 27 september. Het nieuws uit onze gemeente de hele week op rtvkatwijk.nl of luister naar de radio. En voor een paar minuten hier RTV Sport. Nog een hele fijne dag.